Met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dotson, hebben wij een kort gesprek over de elektriciteitsvoorziening voor het binnenland. Welkom, minister. Dank u wel. De president had het tijdens de persconferentie van dinsdag 8 januari over onder andere elektriciteitsvoorziening voor het hele land en dus ook het binnenland. En hij heeft het daarbij gehad over een 20 miljoen creditlijn van India. Kunt u wat dieper ingaan daarop? Ja, zeker. Het is zo dat wij eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van Suriname de elektriciteitsvoorzieningssector integraal aanpakken. Dus dat betekent dat zowel het landelijk net, de kustvlakte zoals we dat kennen, de stad en districten, als het binnenland één aanpak genieten. Het betekent voor het binnenland dat wij de dorpen, en dat is wat we hebben geregistreerd, 133 dorpen zijn, die zullen worden voorzien van 1x24 uur elektriciteit. Dus zodat wij het systeem hebben ontwikkeld om à la wat we kennen voor Acioni, om een intermediate systeem te maken. Dat wordt gevoed door een generator en solar panels. Omdat in Suriname, vanwege onze solar exposure en de bedekking die er is aan wolken, dat we niet de juiste of heel veel uren hebben. Dus je moet hem ergens samen doen met een andere source. En in dit geval dus dieselgenerator en solar. En dat zal gevoed worden door de generator en de panelen. En dan van daaruit per huishouden voorzien worden. Dus dat is waar de president het over had. En dat is waar wij nu eigenlijk invulling aan geven. Dus het is niet zo dat elke woning een zonnepanelen krijgt. Het wordt dus een soort van station. Ja, het wordt geen wat ze noemen de huistuin- en keuken-applicatie. Ja. Het wordt een serieuze applicatie die 1x24 uur stroom kan bieden. En er is ook nog iets anders erbij. Daar was de president heel duidelijk over. De dorpen met een bepaalde ontwikkelingspotentie voor landbouw, huisnijverheid, kleine industrie, die moeten, moeten extra gedimensioneerd worden. Dus die krijgen een extra voorziening, iets meer dan een kilowatt power, zodat de fabrieken of de koelcellen ook onder kunnen vallen. U had het over 133 dorpen. Worden alle 133 dorpen voorzien van energie of begint men eerst met een bepaald aantal dorpen? Ja, dus we hebben twee trajecten. Okay. Het was niet zo makkelijk om het geld bij elkaar te sprokkelen, als ik het zo mag zeggen. We hebben een traject van de ISA, van India. Yeah. India, de president had toegezegd 20 miljoen US dollar. En dat is het eerste traject. Wat wij proberen te doen is 50 dorpen die door de president zijn uitgekozen. Die hebben nu de focus. De ISA consultants zijn nu in Suriname. Die werken met het Surinaams team. En het Surinaams team bestaat dus uit vertegenwoordigers van de EBS en deze elektrificatie van het ministerie van NH. Die maken nu een blauwdruk. En die blauwdruk zal ook gebruikt worden voor het andere traject. Dus het is 133 min 50, ja. Dat valt onder de 20. En we hebben ook een andere voorziening van 38 miljoen. Okay. Die de overige dorpen gaan daaronder vallen. Maar ze lopen eigenlijk simultaan, de beide trajecten. Oké, okay, en wanneer zijn jullie van start van plan te gaan met deze projecten of met dit project? Nou, dus we zijn al gestart. We zijn nu in de voorbereidingsfase. Okay. We hebben een hele zware deadline meegekregen van de president. Hij was heel helder. En we werken ernaar om per 1 april te starten met de implementatie. En we hopen tegen december, januari volgend jaar af te zijn met het project. Dus ongeveer een jaar hebben jullie uitgetrokken jaar, om het ja, af te ronden. Ongeveer een jaar, klopt. Tot slot, minister, wat is het doel van dit alles? Het doel is om de dorpen in het achterland van Suriname zijn, een gelijkwaardige behandeling te geven. Ja. Elke Surinamer heeft recht op elektriciteit, op energie. En dat willen we doen op een menswaardige manier. Op een manier waarbij ze een levensonderhoud kunnen voorzien. En eigenlijk kunnen genieten van een van de basisrechten die tegenwoordig anno 2019
eigenlijk heel erg basaal zijn. Dus elektrificatie, eenmaal 24 uur, waar je ook bent in ons grondgebied. U bent dus hoopvol gestemd? Nou, we werken hard. Het is, betekent slapeloze nachten. Betekent uitzetten, back to the drawing board. Maar ik heb alle hoop dat wij binnen een jaar dit van de grond kunnen krijgen. Dank u wel, minister.